Jos, zondag de wedstrijd tegen Vitesse. De afgelopen wedstrijd is het doek natuurlijk gevallen, definitief. Heb je de groep weer bij elkaar kunnen krijgen voor deze wedstrijd? Ja, de grootste klap hebben we natuurlijk wel eerder gehad. In de periode met Excelsior, Twente, Emmen toen thuis. Toen is het een grote klap geweest. We hebben er het meeste werk aan gehad om iedereen weer overeind te krijgen. Deze klap was uiteraard wel een hele zure, een hele vervelende. Maar niet zo hard als hij was in die weken daarvoor. Het is vooral weer zoeken naar die motivatie. Want die motivatie die je nog kon putten uit willen handhaven, ja, die is er niet meer. Dus je moet weer andere dingen vinden. En misschien is dat 17e worden. Met je eigen transfer hebben we vaak het rijtje opgesomd. Maar daar blijf je met spelers over praten. En ze wijzen op dat er nog echt genoeg dingen te winnen vallen. Al is dat niet meer de handhaving. Wel genoeg andere dingen die je kan behalen als speler zelf. We moeten er het best van maken. Zijn we er klaar voor? Ja, ik denk het wel. Ondanks alles moeten we er zondag weer staan. Dus we gaan er gewoon heen en hopen op een resultaat. Jij bent een van de spelers die hier volgend jaar natuurlijk ook nog is. Dus ook voor jou is het van belang om je nog te laten zien. Sta je in de basis? Ik heb nog niks gehoord, maar ik ga er wel van uit. Ik heb best wel wat gespeeld, de laatste vier potjes ernaast of drie. Alleen het is belangrijk dat je dit seizoen zo goed mogelijk afsluit. Dat je fit richting volgend seizoen gaat en dan zien we wel hoe we ervoor staan. Hoe probeer je de groepen nog bij te houden? Daar had je wel slimme technieken voor, hè? Ja, je weet dat spelers minder informatie willen en kunnen opnemen. Ik bedoel, je hebt een vol hoofd, er zit veel emotie bij iedereen, dus je besprekingen zijn korter. Normaal een tactische 11-11 op vrijdag hebben we niet gedaan. Nu een soort toernooi gespeeld met afronden en twee teams die doordraaien. Zodat je veel aan het doen bent en weinig aan het nadenken. Want hoe meer je gaat nadenken en stilstaan en luisteren en wachten, ja, dat gaat niet helpen in deze fase. Je moet gewoon lekker bezig zijn, want die energie die moet je weer opwekken, ook zondag. Dus ja, dan probeer je op allerlei manieren de groep bij te helpen. Door geen last te geven, maar juist die energie erin te pompen. En die energie die wil je ook terugzien op het veld. Dus je zei, daar ga ik mijn opstelling ook op maken. Het is te makkelijk om te zeggen dat jongens die hier nog een contract hebben volgend jaar, dat je die alleen maar opstelt, denk ik, hè? Ja, af en toe hoor ik het verhuiden van ja, stop alle namen van spelers die hier blijven in een grabbelton. Maak daar maar een opstelling van. Ja, je moet wel een team opstellen dat ook past en klopt. Nou, een simpel voorbeeld, op middenveld hebben we niet heel veel spelers die gaan blijven. Dus dan moet je toch keuzes maken voor een goed middenveld. Ook al zit er misschien een afloper bij. Er zijn spelers die misschien weggaan, maar wat nog helemaal niet zeker is. Spelers die misschien aflopen, maar misschien toch wel gaan blijven. Spelers die je gehuurd hebt, die je misschien nog langer kan huren. Ja, je moet naar allerlei dingen kijken. Naar deze wedstrijd, naar de volgende drie wedstrijden. We hebben er nog drie. Hoe ga je dat verdelen? Wil je misschien jongens een kans geven die uit de jeugd komen? Wanneer ga je dat dan doen? Doe je dat nu, volgende week? Of misschien juist thuis in de laatste wedstrijd? Ja, dus heb je veel afwegingen. Maar het argument een lang contract of een doorlopend contract is zeker wel een argument geworden waar het vorige week niet mee telde. Want vorige week heb je gewoon gezegd, het beste team, grootste kans op winst, die gaan we opstellen. En nu gaat het argument inderdaad meetellen. Hoe gaat het volgend jaar eruit zien? Maar er spelen toch meer dingen achter de schermen, vaak dat mensen doorhebben. Simpel voorbeeldje, een speler die misschien doorloopt, heeft bij ons misschien al lang aangegeven. Ik wil zeker weten weg, ik wil hier nooit blijven. Ja, die ga ik niet opstellen. De trainer is vaak enthousiast geweest over jouw inzet ook op de rechtsbuiten en hoe je dat invulde. Is dat ook jouw voorkeurspositie of sta je toch liever op het middenveld? Ja, ik moet zeggen, ik kwam hier 4 jaar geleden als middenvelder. Toen ben ik heel snel naar rechtsbuiten gegaan en ik vind dat ook een fijne positie. Ik vul het wat anders in dan de meeste rechtsbuiters. Maar ja, ik ben wel een speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Voorkeur heeft misschien middenveld, maar zoals ik de laatste jaren heb gespeeld is alles op rechtsbuiten geweest. Dus daar kan ik ook uit de voeten, dus daar ben ik ook tevreden. Nou speelt deze trainer vaak wel met 1-10 ook. Zou je dat zelf prettiger vinden of juist niet? Ja, mijn voorkeur heb ik wel met 1-10. Hè. Dan ben ik echt vrij in de keuzes waar ik kan gaan. Dan kan ik zwerven en diep gaan, achter de spits opduiken. Dus dat heeft wel mijn voorkeur. Alleen ja, zoals ik net al zei, rechtsbuiten, linksbuiten, spits, zet mij maar ergens neer. Wat hoop je in ieder geval wel terug te zien tegen Vitesse? Ja, kijk, het gekke is weer tegen Utrecht het eerste half uur. Zit je gewoon heel erg in de wedstrijd. Speel je verzorgd voetbal, krijg je een hele mooie kans uit de aanval. Die Ulrikus uit bij de eerste paal net niet binnen kan tikken. Maar die twee goals opeens weer. Ja, Vitesse is wel een ploeg die heel erg aan het jagen is. Die veel mensen in de 16 meter brengt. Dus er zal een hoop energie tegen moeten staan. Goede voetbal, dat kunnen we echt wel. Maar ook met die energie. Duels. Hoe we de kopgoals tegen krijgen tegen Utrecht.
En dat als ze tegen bij dezelfde kansen ja, niet afmaken, ja, daar wil je meer in zien. Meer hardheid in je eigen duels en meer ja, geilheid voor de goal, om het zo maar te zeggen, in het aanvalspel. Ja, je wilt toch ook iets teruggeven aan de supporters en voor jezelf. Als je niks gaat doen, heeft dat ook niet echt zin. Dus ik ben wel gebrand om zondag gewoon weer gas te geven. Alleen, er zit toch wel een stemmetje in je achterhoofd die zegt van ja, je speelt voor niks meer. Ja, zoals ik net zei, het doek is gevallen. Dus dat maakt het wel lastig. Heb je het ook al met de trainer over het komende seizoen gehad? Wat jouw voorkeuren zijn? Ja, dat was heel kort. Dat was heel kort. Ja, ik heb natuurlijk nog een jaar contract. Er gaan heel veel spelers weg. Dus er moeten ook heel wat spelers bij. Maar over de dingen die ik wil, heb ik nog niks, heb ik nog niet besproken. Nou is het natuurlijk wel weer goed om vooruit te kijken en niet te lang te blijven hangen natuurlijk in de tegenslag. Heb jij er vertrouwen in dat we deze mooie club weer op kunnen bouwen? Want jij hebt ook mooie tijden meegemaakt natuurlijk. Ja, ik heb hier het plezier in het voetbal weer teruggevonden. En ik moet zeggen, de supporters waren afgelopen wedstrijd na de wedstrijd toch redelijk positief. Of tenminste, ze waren natuurlijk verdrietig, maar ze steunden ons wel. En ja, weet je, dat geeft me ook wel weer energie om hier volgend jaar weer aan de bak te gaan. En ja, zoals ik zei, er moeten best wel wat spelers bij. Dus ja, ik weet echt nog niet wat er volgend seizoen allemaal gaat gebeuren. Alleen het feit is wel, wij moeten zo snel mogelijk weer terug naar het hoogste niveau. En ik denk dat dat wel mogelijk is.